Hallo dames en heren, level 4 van de wereld. Ja, nee, dat is het enige gekke stemmetje dat ik echt kan. Nou, echt kan. Ook dat bezig is. Nou, doe maar. Hé, hey, haaien. Ja. Nou, hou ze op de boeren, Stefan. Sorry, Ruud. Dus mensen, vanavond ga ik lekker Saints Row met Ruud doen. Wordt echt lachen. Waarom wordt dat lachen? Want Saints Row gewoon echt... Shit, nou spoil ik welke projecten we nog meer gaan doen. Uh-oh. Nou ja, boeien. Sorry Ruud, het spijt me. Nee, ik kan het er niet uitpiepen, want ik ben niet zo technisch piepen. Wat ik wel weet is dat dit wel een leuk level was. Volgens mij. Onthouden. Dat een wapen wel een pre is in het level. Nou, Stefan, je moet even wat meer praten, want zo wordt het niks, hè? Oké, hey, een zwart power-up, vet. Goed, die had ik al. Even kijken, hoor. Oké, eerst die. En dan die. En dan die. Hey, slim. Hupplakee. Zo, dat is 1 down, 5 to go. To go. Gaan we weer lekker door. Door. Hallo, ik ben in Brabant, hè. Niks tegen Brabant, natuurlijk, voor de mensen die uit Brabant komen. Ricardo. Nee, gekheid, Ricardo komt uit Italië. Nee! Kut. Ah, geef niet, had ik niet meer nodig, denk ik. Oh, echt, dik aan het falen hier. Oops, okay. Nou, misschien kom ik er zo wel weer een tegen. Moet ik zo misschien zelfs de speer tegen, zal super vet zijn. Open van mij. Goed kijken of er nergens deuren zitten. Alles hier zit verstopt, joh. Want ik weet namelijk dat twee van de sferen zitten echt vlak bij elkaar. Maar waar precies weet ik dus niet. Hé, hey, water. Waterpuinrip. Ook handig in het water. Volgens mij word je veel mobieler van. En ook wel sneller. En je krijgt zeg maar dubbele bellen die meer schade doen. Die door dingen heen gaan, zeg maar, dat idee. Eén ijsje. Lusten we ook. Even kijken hoe we deze ook weer kregen hoor. Ik weet niet hoe dit was. Ja, voor de mensen die zich nog afvragen, heb je het nog blind? Nee, dit deel nog niet. Dit deel heb ik al een keer gedaan. Zo, dat is 2. Om met 3 te gaan. En ik zei dat er 2 vlak bij elkaar zaten, maar dat was gelogen. Dat was dit level. Zwaard, altijd vet. Nee, maak hem nou dood al, gelukkig. Dat zou wel heel dom zijn, Stefan. Dat zou ik van mezelf kunnen verwachten. Want ja, op zich kan ik alles al van mezelf verwachten. Kut, daar wou ik eigenlijk nog niet in. Want stel, daar zat nog een energy sphere. Toch vol helden. Zal het nutteloos zijn. Daar staat de speer. Speren die heb je dus wel nodig. Waar wil je weten? Nou, ik zal laten zien. Nee, ik weet het niet waar. Ik weet wel dat je hem denk ik nodig hebt, anders zou je er niet zo staan. Oké, Nou, dit is gewoon heel makkelijk. Gewoon blijven gaan.
af en toe rammen. Zorg dat je de goede kant op gaat en niet geraakt wordt. Dan voel je het beter doorheen, dat is echt een appeltje eitje. Even kijken hoor. Ja. Oh, dat is alleen de druif, heb ik nog niet nodig. Dit is iets moeilijker, want deze komt wat dichterbij in het begin. Maar goed, als je een beetje controle hebt over Kirby. Oh, kut, ik dus niet. Hey. Zo. Kijk, dan breekt hij dat voor jou. En als hij dat breekt, kan je de sfeer pakken. Super nice. Super nice. Er zijn nog maar twee te gaan. Zelf hoop ik dat die in een darkness level zitten, maar ja, weet je, je moet niet altijd hopen wat je wil hopen, maar soms ook denken wat je niet nodig hebt. De wijze woorden van Stefan Tempel. Oh, nou, ik heb mijn achternaam gezegd. Mensen die me op huis gaan opzoeken, ha, doe maar. Oh, kut. Dit is een bom, nou, dat sprak misschien voor zich. Die bom moet je heel voorzichtig mee doen. Die bom die wordt steeds groter en dan raak je hem kwijt. Kijk of ik hem opnieuw kan pakken. Eens kijken of die racebandt. Ja, mooi. Dat doet hij namelijk ook niet overal dat hij respawnt. En die bom heb je nodig voor een stukje verderop. Toets of je het ding hebt. Oh kijk, je kan met die bom kan je hem gewoon aanraken joh. Oh, raak ik mezelf, dikke faalhaas. Kijk, als je een hamer had, die ik dus niet heb, had je dus gewoon met een hamer er doorheen kunnen slaan. Maar ja, King Dedede die heeft wel een hamer trouwens, dus... Rennen, rennen, rennen. Op zich, niet heel moeilijk, maar ik moet het wel even doen. Doe dan! Inhoudig. Oké, we hebben dus niet een darkness level zie ik nu, maar we gaan gewoon lekker op de klassieke manier door. Oké, ja, nou dan moeten we dus goed zoeken waar die laatste zit. En je kan hem dus niet doodsteken. Jammer. Speren wil je absoluut houden. Volgens mij komen er nog hier en daar een paar vijanden. En hier zit... Oh, hier kan je ook speer krijgen. Dus mocht ik hem kwijtraken, dan kan ik een nieuwe halen. Oh, nee. Je wil niet opgegeten worden, denk ik. Dus ik niet. Nou, hou eens op. Slaan, 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 slaan. Hier omhoog. Nou, hier dus even goed zoeken, want die sfeer moet hier gewoon... Ik heb hem gevonden. En dan heb ik alle vijfde sfeer alweer. Jemig, wat ga ik goed zeggen. Een beetje trots op mezelf, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, goed, weet je, het spel is nog lang niet klaar. Dus nog niet te overmoedig gaan worden. Kijk, sommige mensen hebben dyslexie. En ik ben hier gewoon heel goed in Kirby spelen. Nee, dat is echt lullig om te zeggen ook. Ja, aan de andere kant, ik heb ook dyslexie, dus dat maakt het uit. Dan gaan mensen huilen. Nou, ik heb dyslexie, vind ik geen leuke grap. Ja, sorry, hallo. Dat is niet mijn schuld. Ja, aan de andere kant, sommige mensen denken ook dat ik ADHD heb, dus wat dat betreft, hè. Oh, de boss battle. Wie komen wij tegen? Oh, volgens mij hebben we nu ook een nieuwe power-up, ja. Oké, dan kunnen we Spark krijgen. En zweep zie ik, parasol, en ik weet niet... Oh, beam is dat. En steen. Super vet. Ja, dat is nog geen hamer en zo, hè. Nou, gaan we de baas even verslaan. Maximum Tomato, altijd handig.
Parasol, speer of sneeuw? Ik doe een speer. Ja, speer man. Ik weet niet meer welke Kirby dat was, volgens mij die voor de Nintendo 64. En dan kon je power-ups combineren en dat was wel super chill. Wie oh wie komen we hier tegen? Oh, een dikke vis. Het is ruut als hij heel dik wordt en vis wordt. Oh, kut. Hij heet Fatty Puffer. Nou, dun is die niet, nee. Om wat dik te noemen, oh. Nou, wat een gekraak. Dat was de stoel. Aha, sukkel, hier sta ik. Oh, oh, hij heeft vis al laten staan, ja. Oh, hij wordt bozer. Bok, drie tegelijk. Hey, zo zeg ik het nou kwijt, maar het valt mee. Nou, ik kan best wel vaak geraakt worden door deze gast zonder power-up kwijt te raken. Bok, in zijn oog. Dat was dus een zwakke plek. Hier nog een paar keer naast staan voor de zekerheid. En we vinden de andere vleugel van de grip. Echt even op praatcursus gaan, man. Ja, lachen. Nou, vriend. Kijk eens, ik heb een nieuw stuk. Hupsakee, gooi maar neer, joh. Kom wel goed. Nou, en dan zie je hem weer vliegen. Kijk maar, nou gaat het schip weer vliegen. Zie je dat? Ups, oké. En dan pop verstort hij weer neer. Bullshit. En dan heb je Ruud. Ah, Ruud, hoe is het, jongen? Leuk dat ik je weer tegenkom. Ga even kijken welke power-up we zouden willen hebben. Spark neem ik mee. Waarom? Omdat het kan. Zo'n Bastien en Adriaan. Lekker pun. Dan komt die boef als achter Bastien aan, snijden ze zijn keel door. Nee, echt waar. Ricardo zal nu denken. Hij is 11. Oh nee, snijden ze Bastien's keel door? Ja, Ricardo, zo gaat het in de volwassen wereld. Kijk, nou komt, vind ik, een van de mindere werelden. De ijswereld. Waarom vind ik dat een van de mindere werelden? Omdat het ijs is. Het is bijna net zo erg als water. Nou, ga dit nog een stukje doen. Is het opnemen voor deze week weer klaar. Oh! Zo, dan kan ik er eentje schieten. Pof! Hey, doe even niet, joh. Gewoon groter. Zo, ja. Nou ja. Oh nee, die wil ik eigenlijk hebben. Dat is Kung Fu. Kung Fu is echt vet. Nee, Fighter is het. Hetzelfde. Zie dat? Lek. Kijk. Ook alhoewel die hoef ik niet per se bij te maken. Maar wees eerlijk, dat maakt het al super veel cooler. Zo, die combo's zijn. Huh? Ja. Oh, Klojo. Oh, nou, op zich. Dat maakt niet uit. Niet nodig. Maar daar moet ik wel heen, dus dat moet ik even vuur gaan halen. En toevallig zit hij hier. Nee, dat is niet tactisch. Tactiek, min 1. Creativiteit, plus 100. Oké, ik begin nu gewoon te vervelen en ik kan. Ik heb gewoon geen inspiratie meer om commentaar te geven, dus dan ga ik gewoon dom lullen. Maar dat moet ik niet doen. Het moet wel interessant blijven voor jullie, want ik wil dat jullie de volgende aflevering ook weer gewoon gaan kijken. En op deze manier gaat het natuurlijk niet lukken. Oh, hier ga ik even voor zitten.
Want altijd aan het einde van zulke dingen is altijd iets speciaals. Moet ik maar even in eentje meenemen. Het is wel met deze dingen, die zijn vaak zo uitgekiemd dat je gewoon moet blijven rennen. En dan gaat alles wel sowieso dood, behalve die dan. Oké, het is dus, ik loop. Of ik heb gewoon niet goed gerend. Dus het is wel een beetje oppassen, ja. Oh, die krijg je dus alleen maar een up, ja, als je hem helemaal haalt. Beetje jammer, maar goed. Wie het kleine niet eert,